Er is nog over getwijfeld. Echt waar? Ja. Door wie? Door mijn management. Je moet natuurlijk anderhalf jaar van tevoren belt hij. Ja. Van, heb je al een titel voor een show? Weten, ja. En dan ben je nog bezig met die vorige. Ja. En dan moet je nadenken. Ik zeg, je weet hoe het is. Ik heb nooit een titel dat ze weten. Het is nu een soort running gag dat ik nooit de titel weet van mijn volgende show. Nee. En toen, ik weet niet wat het was. En het Happy the Peppy viel in dat gesprek. Ja. Niet als titel, niks. Hij zei gewoon, ja, jij komt weer naar Happy the Peppy. Ik zeg, nou, daar heb je titel, Happy the Peppy. Hij zegt, serieus? Ik zeg, dat is het. Nee. Ik zeg, oké, doe het als werktitel. Ja. En dan kom ik wel met een titel. En alle theaters hadden tegen hem gezegd, nou, wat een mooie titel. Leuke titel. En toen moest hij terug, zei hij, nou, ze vinden het wel. Ik zeg, nou, prima. Ja. Heb je de Peppy? En je zegt van, ja, oké, dan heb je die titel, maar je hebt eigenlijk de show nog niet. Nee. Wat is dan de rode draad van de voorstelling geworden? Ik heb nooit een rode draad in mijn voorstellingen. Ik werk nooit vanuit de rode draad. In dat geval ben ik inderdaad, zeker puur gelul. Mijn doel is dat jij bij mij komt zitten en anderhalf uur later ga je met buikpijn en tranen in de ogen lachen naar buikpijn huis. Van het lachen. Ja, dat is mijn doel altijd. En hoe ik het doe, dat weet ik niet. Ja. Maar wat je wel merkt is, naarmate je dus de try-outs doet en je gaat spelen, ontstaat er wel, omdat je toch een mooie volgorde wil hebben, ontstaat er wel, op een gegeven moment zegt het publiek, en die boodschap is ook zo mooi. En de eerste die dat zegt, heb ik altijd zoiets van, welke boodschap? Nu snap ik welke boodschap in de show zit. Ja. En het heeft te maken inderdaad met Happy the Peppy. Ja. Maar het was niet de bedoeling dat ik de show zou maken naar de titel. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk bij jou? Want dit is je achtste solo voorstelling. Ja. Wat is er dan anders aan deze show dan aan eerdere? Want het zijn natuurlijk andere grappen. Het zijn andere grappen, het is dezelfde maar, in basis in basis weet je wat je bij Roué krijgt. Je gaat keihard lachen en je gaat naar huis. Ja. Dus in dat opzicht zijn ze alle Maar voor de mensen die nog nooit zijn geweest bij jou, wat krijg je bij jou? Wat kunnen ze verwachten? Keihard lachen. Keihard lachen, ja. Keihard lachen om, dat is wel een ding, om dingen die je herkent. Ja. De complimenten die ik altijd krijg na de show zijn mensen die zeggen, door jou heb ik, en dat is nooit mijn bedoeling zelf. Ja. Ik krijg nu ook weer op deze show mailtjes, vandaag heb ik nog één gekregen, van iemand die zei, ik zat gisteren bij je en ik werd wakker vanochtend en ik denk, waarom doe ik zo moeilijk? Ja. Wat Roué zegt, dat klopt, ik moet gewoon wat lichter naar het leven aankijken. Waarom haal ik allemaal dingen op me? Dat is nooit mijn bedoeling geweest. Ja. Ik moet mensen laten lachen met verhalen. Ja. Dat zijn mijn verhalen en waarschijnlijk zijn de mensen die naar mijn verhalen luisteren en denken, verdomme, dat is wat ik verkeerd.